Jan-Emiel Dale was de laatste van onze Vlaamse reuzen. En met de historie van volgende week beginnen we aan een nieuwe reeks. Cherchez la femme, vrouwenhistorisch dus. Het eerste verhaal gaat over Margarethe Zelle of Mata Hari. Mata Hari was een grote naam in de theaters van Europa. Maar toen werd het oorlog. En de beroemde danseres probeerde te overleven in de wereld van officieren en diplomaten die ze zo goed kende. Dat bracht haar tenslotte voor een Frans vuurpeloton. Was Mata Hari eigenlijk wel een spionne? En als ze dat niet was, wie was ze dan wel? Antwoord volgende week in een nieuwe aflevering van Historisch. Graag tot dinsdag. U kiest voor grote flexibiliteit? De Vaderlandse Verzekeringen.